Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Het begint met een T, er zit T in en het eindigt op een T. Wat is dat? Wow. Het goede antwoord is theepot. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Landal de Lommerbergen in Reuver. We zitten weer bomvol, we gaan vliegersvlug van start. Hier komt het kerngezonde nieuws van deze week. Tophandballer Ime Bertels van BVOHC vervolgt zijn tour door Limburg om kinderen te vertellen dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Zo ook op basisschool De Triolier in Reuver, waar hij samen met de kinderen genoot van een heerlijk gezond ontbijt met als toetje lekker fruit. En dan gaan volledig terecht de duimen omhoog. In Baarlo vindt er 6 keer per jaar een ontmoeting plaats tussen het meidenteam van voetbalclub Baarlo en de ouderen in de Weem. Doel is dat ouderen zich niet eenzaam gaan voelen en kinderen leren iets over te hebben voor een ander. Jong en oud werd door elkaar gehusteld voor een heuse kennismakingsquiz. En de vraag is dan, wie heeft er gewonnen? In welke stad vond dit jaar Koningsdag plaats? Dat was Amersfoort. Wat was het bekende gebouw in Frankrijk? De Notre Dame. De Notre Dame. Inderdaad, de Notre Dame. De naam van de Britse premier? Johnson. In plaats van binnen spelen is het ook vet gaaf om in het bos te spelen. Ik ga vandaag het Ludal verkennen. Gaan jullie mee? Eikels heb ik gevonden. Kijk, dit is een steile berg. Hier kan je gaaf spelen. Het super gaaf. Mijn tip, ga ook eens kijken wat er in de natuur te doen is. Doei! De scholenchallenge is deze keer in Nederweert op basisschool De Bongert. En we zien de volgende 3 kanjers in actie. Mijn als de ober, Felle als de cowboy en Annas als de krachtpatser. Mijn staat er klaar voor en het balletje mag niet van het dienblad vallen. Daar gaat ze, flink aangemoedigd door haar klas. Voorzichtig, maar met een strak tempo doet ze het geweldig. Ze heeft zelfs nog tijd even haar haren goed te doen voordat ze Fenne de kooiboy aantikt. Fenne zit sierlijk op haar paard en maakt haar rondjes rond de pion. De hoed waait van haar hoofd, maar ze gaat door in een geweldige galop. Ze springt over de hindernis, maar de voet blijft achter de dwarsligger hangen, die eraf valt. Oeh, 5 strafseconden. Ze herstelt zich en gaat in een mooie ritme verder. Geweldige slalom. En dan... Oh nee, iets te onvoorzichtig. Weer 5 strafseconden. Ze tikt Anna's aan en die vergeet bijna op te drukken. Kijk eens, wat een krachtpatser die Anna's. Hij vliegt over de hindernissen met zijn kratje mini-kokommers. Wat een geweldige stijl en supersnel. Hij springt naar de bel en de tijd is
1 minuut 20, 36 honderdste. En dan komen die 10 strafseconden bij 1 minuut 30 en 36 honderdste. De kinderen komen hun klasgenootjes feliciteren met de geweldige race en pakken direct zo'n super gezonde komkommer. In de herhaling zien we nog één keer hoe Fenne pech had en achter de balk bleef hangen. En we zien de Superman-stijl van Annas nog één keer terug. Een echte krachtpatser. En de nieuwe koploper. Want als we naar de stand kijken, zien we dat Basisschool De Bongert nu bovenaan staat. Proficiat! Volgende keer in de Scholen-challenge zijn we te gast op Basisschool Butschop in Butschop. Wordt de snelste tijd dan weer verbeterd? We zullen het zien. De school die aan het einde van het schooljaar het snelst is, verdient een kerngezond uitje. En dat wordt leuk. En voor welke topsporter wordt hier de smoothie gemaakt? Wie zit er volgende week op deze smoothiefiets? Wat zit er precies in de smoothie? We zien het allemaal volgende week bij Kerngezond TV. Ik fluister nu een heel klein beetje, want op de achtergrond ligt Beep, een reuzebig, een giant varken, ligt heel vredig te slapen. Dat wil ik zo laten. Wie weet, anders valt hij mij misschien aan. Dit is in ieder geval het einde van Kerngezond TV van deze week. Volg ons ook op social media. En dan zou ik zeggen, tot volgende week. Beep! Kerngezond TV is powered by Sicon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.